Er belde een hele lieve vrouw vanmorgen en die vertelde me dat ze artrose had of reuma, ik weet het niet meer precies. En dat ze de BH niet aankreeg en dat ze graag een BH met voorsluiting wilde. Toen zei ik, maar hoe doet u BH aan? Ja, ik vind het zo moeilijk, krijg ik het maar niet voor elkaar op mijn achterrug. Toen dacht ik, ik maak even een filmpje voor die mevrouw, maar misschien vinden jullie het ook wel interessant. Dus vandaar dat ik in een keurige huidskleurige BH sta, want ik ga natuurlijk niet met blote borst in beeld. En ik ga jullie laten zien hoe ik een BH aandoe met mijn artrose duimen, met mijn reuma handen. En met mijn fibromyalgie lijf. Oftewel, drie dingen heb ik. Wat je moet doen ten eerste is nooit een BH proberen op je buik vast te maken. Op je buik ben je namelijk veel dikker dan daaronder. Dus je begint dan met de BH binnenste buiten. Ik heb expres even de vorige vorm te pakken. Hieronder, want het blijft dan een beetje hangen, vast te maken. Dan, en dan draai ik me even om, doe ik hier beneden. Want ik kan ook mijn billen afvegen. Dus daar kan ik bij. Doe ik de haakjes dicht. Dus jullie hebben het gezien, hier beneden doe ik de haakjes dicht. En dan komt het makkelijke gedeelte. Ik klap de BH om. Doe mijn armen op. En terwijl ik zo trek, gaat de achterkant al omhoog. En heb ook op een hele makkelijke manier, zonder veel te veel kracht in spanning, met mijn artrose duimpjes een BH aangedaan. Ik hoop dat jullie iets hebben aan de tip.